Ik ben Ivan Markman, mijn beroep is coach en therapeut en ik help mensen om het maximale uit zichzelf te halen, op zowel fysiek als mentaal niveau. Ja. Je bent sporter, ik train mensen, je bent ontzettend fysiek actief en je bent erg fit. Ja, heel fit. Maar je hebt, door al die activiteiten heb je wel eens een blessure dat je oploopt. Ja. Daar heb je een aantal van gehad. Kan je ons uitleggen waar je precies last van had? Wat de blessures waren? Nou, ik ben door jouw vader behandeld voor mijn rug. Ik heb een gebroken rug gehad en niks hielp eigenlijk. En dan, na een paar manipulaties was de pijn volledig, ik geloof 4 manipulaties, was de pijn volledig weggegaan. Had er wel heel veel triggerpoints die jij later behandeld hebt. En dat is na 2 prolo-behandelingen ook weggegaan. Ja. Maar het allerergste wat ik heb gehad is de ruptuur van mijn Achillespees. Ja. En daardoor ben ik slecht gaan lopen. Hij is ook nooit volledig hersteld, de spier. Maar door allerlei oefeningen wat ik deed, is hij toch behoorlijk naar niveau 3 gegaan. Ja. Daardoor belastte ik mijn linkerknie en mijn linkerheup op een andere manier. Ja. En daar heb ik heel veel last van gehad. Ja. Dus ik kwam bij jouw vader. Ik liet me uit voorzorg behandelen, zodat ik gewoon mobiel blijf. En toen ontmoette ik jou. En je was bezig met die prolotherapie. We hebben een aantal behandelingen gedaan. Ja. En ik kon echt niet meer de trap aflopen. Nee. Ik had zoveel pijn. En na 4, 5 behandelingen was die pijn voor 90% verdwenen. Van de knie. Van de knie, ja. Precies. Van de knie. Want je zegt, wat voor klacht had je dat? Laten we daar eventjes op ingaan. Je had natuurlijk bij de trap aflopen, zei je, bijvoorbeeld bij het sporten of bij het trainen. Waar had je toen Ik moest dus wat langer warming-up doen. Ja. En heel voorzichtig rekken. Ja. Dan kon ik wel de zware gewichten aan, maar ik had altijd napijn. Altijd napijn, ja. Dus sprinten, dat lukte mij niet meer. Nee. Dan hebben we een aantal behandelingen gegeven en hoe is het daar nu mee? Ja, 100% genezen. 100% genezen. Ja, ik kan weer sprinten, ik kan weer springen, ik kan trap op, trap af, heel snel. Na pijn, na de trainen heb je dat ook? Nee, niet meer. Niet meer. Dat is hoofdstuk knie. Ja. Er zijn ook nog andere dingen gedaan. We hebben de heup behandeld ook, wat een uitstraling was van die knie. Ja. 1 behandeling, pijn volledig weg. Ja. Daarna heb ik een soort rotator cuff injury van mijn schouders gehad. Ja. Door, ook door oefening en een overbelasting en een verkeerde beweging. En dat heeft wel heel lang geduurd voordat ik dacht van ik ga daar toch aan mee werken. Ik probeerde dus met rekken, met mijn eigen behandelmethodes. Ja. Dat hielp niet en toen hebben we ook een aantal injecties gedaan met ozon en prolotherapie. Ja. En na 8 behandelingen kan ik weer strekken. Want ik kwam, toen ik hier kwam, kan ik niet eens dit. Nee, nee. Dus, hij is volledig pijnvrij. Ja. Ik moet er wel voorzichtig mee zijn. Het is nu nog niet 100% genezen. Nee. Maar ik voel dat hij zit tussen de 95 en 100% zit. En qua kracht is dat helemaal over. Ja. Alleen je moet in die laatste extensie, de laatste strekking, voorzichtig doen. Ja, precies. En ik ben van plan om tot mijn 80ste, 100ste te blijven bewegen, te blijven sporten. Ja. En uit voorzorg kom ik ook om de 6 tot 8 weken hier om te kijken welke triggerpoints behandeld dienen te worden. Want het is natuurlijk een hele kunst om iemand goed te krijgen, maar dan is de volgende uitdaging om iemand goed te houden. Ja. Dus daar hebben wij een soort onderhoudstraject voor, dat we om de zoveel weken nakijken, kijken waar de problemen aan zitten te komen, om eventuele kleine blessures al gelijk te kunnen behandelen. Om te voorkomen, proberen te voorkomen omdat ze, voordat ze uit de hand komen. Voorkomen is beter dan genezen. Precies. Dus, en ik voel mijn lichaam heel goed, dus ik ben behoorlijk bewust van mijn pijntjes en van vrijheid. Ja. En dat wil ik ook zo behouden. En ik zou iedereen die pijn in de knie, heup, rotatorcuff, nekpijnen, dit absoluut aanbevelen. Sporters? Sporters, met name sporters. Want een blessure wat niet genezen is, kan later een traumatische injury worden.